Ik zie opperste concentratie. Fiets spannend. Ja, het is wel spannend hoor. Het is ook spannend zo'n wedstrijd. Ben jij in de familie nou de worstenbroodjes bakken? In de familie? Denk het wel. Ja. En waar komt het vandaan? Nou, mijn vader is ook bakker, dus daar had ik het van gezien. Hoe lang bakt u al worstenbroodjes? Nou, ik ben 73. Ik bak ze al vanaf mijn 15e, denk ik. Als je het dan nog niet kunt. Ja, hallo. Hallo. Ja. Wat zeggen de mensen als ze uw worstenbroodjes proeven? Nou, ik heb natuurlijk een heel testpanel thuis. Ik heb 3 zonen en 4 kleinkinderen. Nou, dat is mijn eerste testpanel. Die zeggen de worstenbroodjes van opa zijn de allerlekkerste. En bij ons in het dorp vinden ze mijn worstenbroodjes gewoon superlekker. Bij de professionals zijn de belangen aanzienlijk groter. De bakker die vorig jaar won, Jurgen van Dongen uit Terheide, verkocht de dag na de winst 3000 worstenbroodjes. Vanuit het hele land stroomden de klanten toe. En dus zetten de professionals 's middags alles op alles voor de winst. Commercieel gezien kun je natuurlijk aardig slaatje uitslaan als je zo'n wedstrijd wint. Spannend? Zeer. Ja, 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 daar slaap ik nachten niet van. Nee. Ja, ja, nee, dat is nou, gewoon de spanning, hè. Je wilt toch zo goed mogelijk doen. En, ja, een vergissing is vlug gemaakt ook en door de spanning. Vorig jaar, ik weet niet of je het gezien hebt, was er 1 bakker en ik noem geen namen. Die was vergeten zijn gist erin te doen. Alles naar de Filistijnen.